Met een minuut stilte voor de vrijdag overleden 18-jarige Heerenveen-speler Ward Martens begon een duel tussen de dames van GHHC en koploper de Terriers uit Heilo. Onder deze bijzondere emotionele omstandigheden moesten de speelsters van coach Mark Materek de strijd aanbinden tegen de gasten uit Noord-Holland. Na een moeizaam begin van de competitie speelt GHHC de laatste weken een stuk sterker, al zijn de resultaten nogal wisselvallig. De Terriers zijn koploper in de overgangsklasse B, maar de ploeg in geel-zwart heeft al 9 verliespunten. En met 21 treffers voor en 13 tegentreffers zijn de doelcijfers niet overtuigend voor een koploper. De eerste helft zijn de gasten de betere ploeg. GHHC hockeyt goed mee, maar creëert te weinig kansen. De Terriers zijn gevaarlijker in de eerste helft en dwingen meerdere strafcorners af. Waarbij Kim Smit zich onderscheidt. Zij houdt de thuisploeg met enkele prima reddingen in de wedstrijd. In de slotfase lijkt GHHC toch op achterstand te komen. Maar met kunst en vliegwerk houdt GHHC het doel schoon. En is de ruststand 0-0. Na de pauze verandert het spelbeeld. GHHC is nu veel dreigender en drukt de Noord-Hollanders achteruit. Vooral Pam van Asperen is met haar acties gevaarlijk. De gasten uit Heilo moeten achteruit en de thuisploeg speelt uitstekend. Het wint de duels en er worden strafcorners afgedwongen. De eerste corner na rust levert ook gelijk gevaar op. Een mooie variant, maar het schot van Holman gaat net naast. Pam van Asperen is niet te houden. De Noord-Hollanders kunnen haar allemaal maar foutief tegenhouden en dat levert wederom de corner op. Weer een goede kans, maar GHHC weet de kansen nog niet te verzilveren. De Terriers laten zich in de tweede helft overbluffen. De koploper in de overgangsklasse weet geen raad met de ontketende Groningse dames. Jorien Wirumeus staat klaar voor de vierde strafcorner in de tweede helft. En nu is het wel raak. De verdiende 1-0 voorsprong voor GHHC. De Terriers moeten nu komen, maar laten niks zien. En de thuisploeg gaat op naar de 2-0. Weer een strafcorner voor de ploeg van coach Materek, maar nu gaat de bal er niet in. In een spannende slotfase krijgen ook de Noord-Hollanders eindelijk enkele kleine kansen, maar Kim Smit heeft een super dag. De Terriers worden wat feller in de slotfase en forceren een strafcorner. Kim Smit kan de inzet nog keren, maar is kansloos bij de rebound. 1-1. GHHC neemt geen genoegen met een gelijkspel en zoekt de aanval. Onoverzichtelijke situatie. De bal gaat omhoog en lijkt binnen te kunnen worden getikt. Maar de bal gaat mis en de thuisploeg krijgt een strafbal. Jascha Hotman maakt zich klaar en in de slotminuut staat GHHC met 2-1 voor tegen de koploper. In een knotsgekke slotfase krijgt GHHC nog een strafcorner tegen. Maar de thuisploeg boekte een zo verrassende zege op de koploper. Na de wedstrijd komen de emoties los. Een mooie zege met een grote rouwrand. Josja, hartelijk gefeliciteerd. Ja. Onder verschrikkelijk moeilijke omstandigheden verstaan jullie de koploper. Ja, rare wereld. Een hele rare wereld, maar ja, er bestaat niks mooiers dan zo winnen. We zitten al 3 weken in een achtbaan van emoties. En dat je dit vandaag met z'n allen kan opbrengen nadat je vrijdag zo verschrikkelijk en zaterdag zo verschrikkelijk nieuws hebt ontvangen. Ja, grandioos. Hoe lastig was die laatste strafbal? Nou ja, je ziet de klok. Ik weet niet precies hoe lang het nog was. En de Terriers waren het er niet mee eens. Dus het duurde maar. En ik dacht, ik moet mijn kop scherp houden. Ja, en wil het doen voor je team. En dat je hem dan maakt, dat is een hele erge opluchting. Ja. En dan wil je gewoon huilen en juichen tegelijk. Huilen, juichen, je weet niet wat je wilt doen, je wilt knuffelen. En dan moet je nog even doorgaan, maar fantastisch. Een en al trots.